Politieagenten schuilen met getrokken wapens achter enkele auto's. Intussen kruipen sluipschutters op een dak in de straat. Iedereen moet weg uit de buurt. Het is gevaarlijk. De eerste schietpartij in Vorst begint rond 2:30. 6 speurders, onder wie 2 Fransmannen, bellen aan bij een appartement op de 4e verdieping in de Driestraat. Het adres is opgedoken in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. De agenten willen het pand doorzoeken, maar ze worden meteen beschoten door de deur. Oui, j'ai entendu le tir de Kalachnikov de l'autre côté. Ils étaient en train de tirer. On n'arrive même pas à sentir l'odeur et tout ça. On a fait ça comme ça. On a fermé notre bouche. Et puis alors, j'ai couru. Et c'était plusieurs tirs. Oui, c'était plusieurs tirs et tout. Il y avait des gens sur le toit et tout. La police qui tire, les autres qui tirent avec des Kalachnikov. Op deze foto zien we hoe een slachtoffer wordt weggebracht. Bij de eerste schietpartij zouden 3 agenten gewond zijn geraakt. Een van de agenten zou een schotwonde opgelopen hebben. En terwijl VTM-journalist Nathalie Dijk klaarstaat om live verslag uit te brengen van de schietpartij, gebeurt dit. We zijn aan het schieten. We zijn aan het schieten. Heb je het gehoord? Dat is daar, hè? Ja. Het is dan 16:45. Volgens getuigen is dit de 3e keer dat ze schoten horen deze namiddag. En ook hier raakt een politieagent gewond. Er is een enorme politiemacht op de been in de wijk rond de Driestraat in Vorst. De omgeving is hermetisch afgesloten. 1 of meerdere schutters zouden gevlucht zijn, mogelijk via het dak. Maar volgens het federaal parket was er rond 6:00 nog altijd iemand in de flat die de politie bedreigt. De politieactie lijkt dus nog niet afgelopen. Ja, écarté, plaats maken. Het federaal parket zal zelf communiceren als de politieactie is afgelopen.